Ik voel me een beetje Caroline Tensen, maar je hebt er vier. Lisa, het advies van de kijker was zeer duidelijk. Zij wil dat jij de nier geeft aan Charlotte. Ja. Maar het is volledig jouw beslissing. Ik hou het advies zeker in mijn achterhoofd. Ben je klaar voor de finale? Ja, ik ben er klaar voor. Degene die volgens jou de nier het minst nodig heeft... Ja. Die gaat niet getransplanteerd worden. Ja. Die gaat niet over een maand geopereerd worden. Die krijgt geen nieuwe nier. Lisa, ik wil graag van jou weten... Wie is dat? Ja, ik vind het echt afschuwelijk om te zeggen... Esther Claire, het spijt me. Ja. De persoon aan wie ik mijn nier het allermeeste gun... is iemand die me heel erg geraakt heeft deze avond. En die persoon... Even wachten, Lisa. Wacht heel even. Want ik wil even een time-out, want... ik wil eigenlijk nog een keer die vraag stellen... waarom zijn we hier en waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Wel, dat is omdat het heel treurig is gesteld met de orgaandonatie in ons land. Anno 2007 staan er ruim 1400 mensen op een wachtlijst voor een orgaan... terwijl de kans dat zij die ook zullen ontvangen alleen maar kleiner is geworden. Maar daar is wat aan te doen. Door een donorformulier aan te vragen met een sms'je of natuurlijk op pnn.nl. Wij geven vanavond geen nier weg. Dat vinden wij zelfs te ver gaan. En Lisa, of moet ik zeggen Leonie... Want Lisa heet eigenlijk Leonie en is een actrice en is gelukkig kerngezond. En Esther Claire, Vincent en Charlotte zitten ook al heel lang in dit complot. Alleen zij met z'n drieën, zij zijn geen acteurs. Zij zijn drie echte nierpatiënten. En het verhaal wat zij verteld hebben, is hun eigen verhaal en dus bittere realiteit. Nu pas volledig bereikt is als die 1400 mensen die op de wachtlijst staan. Ja, zo is het. Hartelijk welkom. Dank u wel. Ik wil vragen voor Esther Claire. We had the commercials, we had the flyers, we had the posters. It doesn't help. So something very drastic was needed. And this had to happen to wake up everybody. There we go. It's just the way it is. Thank you. Because, I mean, with giving one kidney to one person, we were not going to help really... No, the whole situation in the Netherlands. So the thought that is behind it is much more important. And I think the same people who understood what we were doing when they thought it was real still understand what we tried to show, I hope. The association that is behind BNN, whose founder is Bart de Graaf, who you saw in the program. Ja, hoe de politiek die move gaat maken om toch... Want er verandert nog één. I thought it was brilliant, really. And I really thought, I know the transplantation doctors, and I thought they'll never go and do it, actually do it. But it's good for the publicity, and there are no losers, and they would not have been losers anyway because of all the attention we have for our problem now. Wonderful. We need this publicity, and it's a real good ending because I didn't like the idea that she has to choose between candidates. So wonderful that they use an actor. Yeah, wonderful, great. It's not real. It's a good show. And I hope that everybody now realized that it's a real club here in Holland. No, I'm very glad that it's a joke, because nobody thought before that it was a joke. And now everybody is surprised and relieved, and that's very good, I think. And now the responsibility is going back to Den Haag, the politic. This is finished, but they can throw it away.
No, but...